Dag Nicole, hoi. Heel erg bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt om met ons te praten over dat artikel wat je hebt geschreven. En dat gaat over de kracht van kerstcommercials. Jij bent Director Center of Expertise bij DVA Insights. Dus je hebt een uitgebreide kennis, zowel over effectonderzoek als mediaonderzoek. Dus je zit daar goed op je plek. En we hebben het artikel gelezen bij jullie op de site en vonden het zo interessant dat we het graag overnamen voor de Screenforce-site. En het lijkt ons ook leuk om jou een aantal concrete vragen te stellen over het artikel, om hem wat toelichting te verzorgen. En de eerste vraag die ik je wil stellen is wat volgens jou de grootste verschillen zijn in het meten via forced versus unforced exposure. Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker, zeker. Wij bij DVA Insights meten we de effectiviteit van commercials altijd eerst in een unforced setting en vervolgens in een forced setting. Omdat wij heel erg geloven in de kracht van dat unforced setting meten, omdat dat heel erg de werkelijkheid benadert. En met de unforced setting, daar bedoelen we eigenlijk mee dat we bij al onze campagnes die we meten, zetten we de uiting echt in een zo natuurlijke situatie neer. En voor televisiecommercials betekent dat bijvoorbeeld dat we televisiecommercials in een televisieblok, gewoon in een reclameblok laten zien aan respondenten. Net zoals ze dat ook op televisie ervaren. En respondenten kunnen ook gewoon zappen. Dus als ze denken van nou, ik heb nou al genoeg van die commercial, hup, ik ga naar de volgende. Ook net alsof je thuis zit. En nog een belangrijke is dat de respondenten krijgen daarna de vragen over van nou, welke commercials heb je gezien, van welke merken en welke boodschappen hadden die commercials. En eigenlijk kan je op die manier echt goed meten wat de kracht is van de commercial, hè? Dus heb je een commercial gemaakt die opvallend genoeg is dat respondenten hem zich nog kunnen herinneren na het zien van een heel reclameblok. En vervolgens gaan we over op de forced exposure, dus de advertentie waar het dan over gaat in het reclameblok. Daar krijgen respondenten dan meer vragen over nou, wat ze ervan vinden, wat voor associaties ze erbij hebben, wat ze positieve punten vinden, negatieve punten, et cetera. Dus, maar juist de combinatie van unforced exposure en forced exposure maakt eigenlijk dat je heel goed een totaalplaatje kan krijgen van de effectiviteit van het commercial. Ja, duidelijk. Dus als ik je goed beluister, is het dus inderdaad de kracht dat het realistisch is, zoals in het normale leven, hè, zoals we allemaal thuis op de bank ploffen en van moment tot moment besluiten van dit vind ik interessant om naar te kijken, of ik ga nu zappen, of ik sluit me gewoon even af. Al die varianten krijg je dus ook op het moment dat je unforced in een reel met meerdere commercials mensen de optie geeft om te blijven kijken, of dat ze zeggen van nou, Ja, het is ik ga letterlijk zappen. de willingness om inderdaad zo'n commercial uit te gaan kijken. Ja, de willingness to watch. Ja, 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 ja. duidelijk. En dat levert interessante inzichten op, Ja. kunnen we lezen in je artikel. Zoals de conclusies die je hebt getrokken, dat er eigenlijk drie belangrijke inzichten zijn. Die zijn achtereenvolgens dat kerstcommercials positiever worden beoordeeld. Tenminste, je had als in het artikel als voorbeeld Nederland en de VK. Ja. Dat het lastig is om het merk te onthouden voor de gemiddelde tv-kijker. En de derde conclusie is dat een slechte brandfit en boodschapoverdracht vaak het potentieel beperken van een commercial. Ja. Wat ik nou interessant vind om aan jou te vragen, want die drie belangrijke inzichten die staan achter elkaar genoemd, is het nou zo dat daar nog een volgorde in zit? Heb je ze op grootte van belangrijkheid? Of Nou, ik denk wat het allerbelangrijkste is dat mensen zich in ieder geval het merk kunnen herinneren waar de commercial over gaat. Want op het moment dat je geen goede match hebt natuurlijk tussen brand recall en de campagne, ja, dan is je campagne eigenlijk nou, niet zo heel veel meer waard voor je eigen merk. Dus de koppeling met het merk, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En
Ja, natuurlijk, een beetje likable is altijd super fijn als mensen graag naar je campagne kijken. Zeker bij die kerstcommercials. Dat zijn toch vaak wat langere commercials. Waardoor je natuurlijk ook de kans hebt dat mensen daar eerder van weggaan of eerder van wegzeppen. Ja. Dus wat je vaak ziet gebeuren is dat toch de merkcues pas een beetje op het einde van de advertentie te zien zijn of te horen zijn. Ja. Maar ja, dan weten alle mensen die misschien maar de helft van de commercial hebben gekeken, die weten eigenlijk helemaal niet over welk merk het gaat. Nee. Dus vandaar dat het ook specifiek heel belangrijk is dat je op voldoende binnen de hele commercial eigenlijk brand cues gebruikt, zodat in ieder geval de koppeling met het merk meteen helder is. Ja, duidelijk. Dus eigenlijk zou nummer 2 zou eigenlijk nummer 1 moeten zijn qua belangrijkheid dan, maar goed. Ja, zeker. Ik had ze ook niet op volgorde gezet, hoor. Nee. Belangrijkheid. Nee. Duidelijk. Nog een vraag die ik je wilde stellen is, heb jij een idee waarom juist kerstcommercials nog sterkere merkcues moeten bevatten dan reguliere uitingen? Is daar een bepaalde reden voor? Nou ja, kijk, je ziet dat kerstcommercials, die wijken wel eens af gewoon van de standaard advertising. Dat is natuurlijk logisch. Maar daardoor is het niet per se dat het merk goed gebruik maakt van de context. Dus eigenlijk is dan de connectie tussen context en merk is niet zo heel sterk. Ja. En dus ja, respondenten weten dan niet, of consumenten weten dan niet meteen van oké, maar waar gaat het nou over? Welk merk gaat het nou over? Mm-hmm. Dus daarom is het belangrijk om dat wel vaker in een uiting in ieder geval brand cues te gebruiken. Mm-hmm. En daarnaast, dat is eigenlijk wat ik net ook al had aangegeven, is omdat kerstcommercials vaak wat langer duren. Mm-hmm. En veel adverteerders toch geneigd zijn om dan op het eind pas de connectie met het merk te maken. Ja, ja. Daardoor mis je eigenlijk ook een soort kans om juist het wel sterker aan je eigen merk te verbinden. Dus vandaar dat het met kerstcommercials nog belangrijker is, dat je heel goed nadenkt over oké, waar ga ik nou de connectie met het merk leggen? Mm-hmm. En uiteraard doe je dat wel het liefst in een omgeving die ook gewoon past binnen het merk. Het moet niet een soort heel vreemde combinatie zijn van wat je ziet in de kerstcommercial en het merk. Dus het moet wel een soort logisch ook zijn, want dan kunnen mensen, die snappen dat dan natuurlijk makkelijker en die nemen dat eerder in zich op en die zullen het zich dan ook beter kunnen herinneren. Ja, dus met andere woorden, noem eens wat je heel vaak in kerstcommercials ziet, is een gezellig familieeten met liefst ook nog wat arme mensen van de straat getrokken erbij, voor het gevoel dat je ook nog maatschappelijk goed doet. En de waarschuwing die er eigenlijk in zit, is dat je op moet passen dat dat het fijn is dat iedereen daar een warm gevoel van krijgt, maar dat je dan toch nog moet zorgen dat er een brandfit is en dat het merk liefst niet alleen aan het eind, maar ook aan het begin goed in beeld komt en dat het op een logische manier in beeld komt. Klopt. Ja, dat het meteen snapt, dat de kijkers het meteen snappen. Ja, klopt. Ja. Duidelijk. Heel erg bedankt voor deze antwoorden en deze verdieping. Ik ga het artikel nog een keer lezen, nu met nieuwe ogen. En ik ga genieten van alle kerstcommercials dit jaar. Dus ik wens jou alvast hele fijne feestdagen. Nou, ik jou ook. Dank je wel voor het gesprek. Dank je wel, Nicole. Hoi, hoi.